We mogen in Europa dan last hebben gehad van de storm, maar ook in Zuid-Afrika waaide het vorige week. In Johannesburg werd er op het beroemde rugbypark Ellis Park de wedstrijd in de Castle Premiership gespeeld tussen de Orlando Pirates en de Black Leopards. De wedstrijd was pas 5 minuten onderweg toen de verschillende houten reclameborden, die toch echt goed vastgespijkerd waren, door de wind loskwamen. Sommigen konden niet ontkomen aan de losvliegende borden. Twee spelers, één van elke ploeg, raakten gewond en verlieten op een brancard het veld. Ook een assistent scheidsrechter werd geraakt, toeschouwers en de mensen op het veld moesten dekking zoeken. Na een kort oponthoud keerden de spelers terug, maar dat had geen zin. 5 minuten na de hervatting moest iedereen er weer vanaf. Dit keer door een flinke onweersbui. De scheidsrechter besloot daarop de wedstrijd te staken en daar was iedereen eigenlijk wel blij om.